De Surinaamse luchtvaartmaatschappij NVSLM is vanaf augustus 2022 bezig met het herstel van de positie van de vliegmaatschappij. Waarnemend directeur Stephen Gunesh verklaart tegenover onze nieuwsdienst dat geheel SLM weet dat ze er nog niet zijn, maar dat het herstel redelijk lukt. Gunesh somt op wat ze binnen dat anderhalve jaar hebben kunnen bewerkstelligen, op weg naar volledig herstel. De SLM heeft in dit jaar 3 vliegtuigen binnengehaald voor de operaties. 1 voor de Amsterdam-operatie, een A340-300 en 2 737-800 vliegtuigen voor de regionale operaties. We hebben consequent gewerkt vanaf augustus vorig jaar, maar een heleboel is ook in dit jaar zelfs gebeurd, aan het versterken van het vertrouwen van het reizend publiek, het versterken van het vertrouwen van de reisagenten. Laten we zeggen, met alle SLM'ers werken aan dit bedrijf in de lucht brengen weer, op eigen kracht, op eigen benen, om het maar zo te zeggen. De eigen vliegtuigen weer de lucht in te krijgen. Natuurlijk met de ondersteuning van de aandeelhouder en ook natuurlijk onze partners, moeten we niet vergeten. Gunesh beaamt dat iedereen elke keer aan zelfreflectie doet en zo ook de SLM. Er wordt vaak geëvalueerd en nagegaan wordt wat beter kan. In het haast afgelopen jaar is toch niet alles vlekkeloos verlopen, meent de SLM-waarnemend directeur. Er is zoveel gebeurd in dit afgelopen jaar. Het is zo'n druk jaar geweest voor alle SLM'ers, zeker, die hun schouders onder het werk hebben gezet. En niet alles is natuurlijk vlekkeloos gegaan. Maar ook de challenges waren heel groot voor de SLM dit afgelopen jaar. Dus als u me zegt, ja, maar wat kon beter en wat kon anders gedaan worden, kan ik u zeggen dat zeker wat schoonheidsfoutjes hier en daar zijn die we zeggen van ja, dat hadden we toch wel beter kunnen doen. Maar al met al, als we de balans opmaken, dan zijn we echt toch wel reuzen en beren trots op wat we hebben kunnen doen binnen dit jaar. Ik denk niet dat we ontevreden mogen zijn. Als we dat zouden zijn, dan denk ik dat we onszelf tekort doen. Ik denk dat we als SLM en ik in mijn functie als waarnemend CEO, dat we alle zeilen hebben bijgezet om te doen wat we hebben beloofd. En te zeggen van kijk, we gaan SLM brengen naar beter vaarwater, om het zo te zeggen. En we zijn er redelijk goed in geslaagd. Ik kan u aangeven dat we behalve dat we de vliegtuigen hebben binnengehaald, het vertrouwen aan het herwinnen zijn van het reizend publiek. Naast de 3 eigen kisten die de SLM binnen heeft weten te halen, heeft het bedrijf ook haar regionale route uitgebreid. De jongste aanwinsten zijn de contractondertekeningen met Barbados en Curaçao.